kom er snel aan. Toos van Holstein. Toos van Holstein, ja. Ja, ik ben al eens eerder bij jou geweest, maar dat was heel kort. Toen was het de Kust de Cultuurroute. En nou ja. Dat was hier, hè? Dus dat was in... even de lichtjes aandoen. Want dit is... Dan dit is... zie je dus meteen, sta je zelf ook even... Dus jouw galerie en jouw atelier dit? Nou, ik noem het geen galerie, want ik werk met galerieën in het land. Dit is mijn werkplek, atelier. Alleen, met de Kunst- en Cultuurroute ben ik open. Ja. Dan ruim ik op. En nu is het alvast opgeruimd voor september, want dan heb ik niet alleen de Kunst- en Cultuurroute. Maar hebben we ook Monumentendag. Ja. En aangezien dit ook een Rijksmonument is, zou ik zeggen, mensen, kom ook een kom keer allemaal in eens, mijn privé kijken. Ja, ja en ik, nou ja, ik ben hier nu al, want ik ben altijd dol op oude panden. En dit pand is van 17... 38 staat op de gevel. Ja. Misschien is het al ouder, want daarvoor was de haringbakkerij. En nou ja, dat verhaal, hè, daar, dat daar kunnen we wel dan, induiken, ja. Ja, nee, dat, maar hoe lang woon jij jezelf al? 2001 ben ik hier officieel ingetrokken. Dus dat is alweer 18 jaar, dat is echt best wel lang. En het was een pakhuis, hè? Ja, ja. Zonder wc, zonder elektriciteit, geen riolering dus, geen elektriciteit, geen waterleiding. Het is een nieuwbouwhuis in een oud monument. Ik zie daar ook dat je een tuin hebt, dat is maar een hele kleine tuin, verraden jou. Ja. Maar ik vind het toch altijd leuk om de achterkant te zien, hè, de achterkant van de stad. Ja, het is maar een heel klein stukje, maar ik kan net lekker even buiten zitten, zeg ik altijd. En dan wel een hele mooie oude deurpost ook, een beetje scheef. Ja, deze deur is gewoon multiplex, maar... Tadaa! Kijk, ik heb van de buren heb ik dus... Een beetje bamboe. Spontaan groeiende... Nee, de bamboe. Oh, die liaan... Ja, ik weet niet wat het is. Ik ben ook niet zo'n tuinmens. Dat is ook duidelijk. Maar dit is inderdaad, ja, waar jij opkijkt, dat is eigenlijk de tuin van je buren. Buren, ja. En die hebben dus prachtige vijgen die ik... Maar het is hier wel lekker groen. Ik zie daar een perenboom. Ja, die zit altijd vol. En dat is een hele mooie magnolia, die altijd een tulpenworm, zeggen wij, die in het voorjaar prachtig in bloei staat. En zoals je wel voelt, is het bijna een oventje. Het is heel warm hier, ja. Dus we gaan... We gaan we snel naar binnen. Oh, dus ik ook wel meteen de achtergevel ook natuurlijk. Mooie openslaande. For me, art is traveling the mind. Yes, mag ik voorlopen? Jij gaat voor. Dan zal ik even dan hier de trap op. Licht aandoen, ja. Een stevige stalen trap, dus dan... Ja, en ik reis dus erg graag, hè. Ik zie ook gelijk allemaal mooie dingen aan de muur hangen. En soms nemen we wat mee van die verre reizen. Oh, dat is leuk, zei dit. Hier hou ik van. Nou ja, daarom zei ik al tegen, je moet even komen kijken. Wat een lekkere ruimte, zeg. En dat ziet eruit als een televisie, maar dat is ook gewoon een kunstwerk. Dat vind ik ook wel weer heel... Ja, zoiets. Ja, maar dat vind ik echt. Ik hou dus niet van dat grote zwart. Dus dit is van gewoon een reproductie van Michael Parks. En Michael Parks is een Amerikaan die... Om wat heerlijk zijn, als zo'n groot raam. Kan ook nog open, zie ik. Ja, als het heel warm is, zetten we het open. Dat is mijn eigen ontwerp, hè, de balustrade. Is prachtig. En hier zit de keuken van het aluminium. Oh, echt? Die zit er nog in. Ja. Wat mooi, zegt Toos. Is het altijd zo opgeruimd bij jou of heb je je best gedaan vanochtend? Nee, beneden is het chaos vaak, maar hier moet het netjes zijn. Ja, het is heel netjes. Want anders word ik een beetje simpel. Hey, die keuken, dat was heel grappig, want het was een showroom model wat ik dus... Nou ja, voor minder als een IKEA-keuken kon kopen in de uitverkoop aluminium. En hij zei, Toos, die past niet. Ik zei, die past wel. En uiteindelijk met heel veel weken is het precies passend in het stukje wat ik wilde. En die balken zijn... de balken zijn natuurlijk zo ontzettend bepalend. Daar vertellen jullie ook nog wat over bij de rondleiding. En het uitzicht. Ja, even iets wat ik wel leuk vind is dus dit. Want hier was dus een doorgang naar het privé van Talamini. Het was gewoon een deur. En hij had hier zijn werkplaats. En de vloer van de nevenburen, hè, die zit ongeveer op deze hoogte. Oh ja. Dat is dus hier alweer... op het trapje. Dat is ook alweer apart. Ja. Want het is, ja, het is 2 meter denk ik tot de balk van. Ik ben net geen 2 meter. Ja, nou ja, ik was 1,70 kan ik niet lopen. En ik zal waarschijnlijk, ja, je bent echt 2 meter. Nou, ik ben 1,95 of zo geloof ik. Ja. Ja, erom, je moet oppassen voor je hoofd. Daarom is het een stuk er ook uitgehaald, hè. Nou, het is eigenlijk een van de leukste... En de lange jans. En malle bedje. Jij ziet gewoon alles hier. Het is een stukje van, het stadhuis. Ja. 'S avonds. Het is prachtig verlicht nu. Ja, vind je het een aanwezig verlichting? Ja.
Eerst was het alleen maar het nazomerfestival. En nou, is het, ja, het is misschien niet goed voor de natuur en zo. En dan heb je twee trappen naar boven. Je hebt hier de houten. Ja, maar hier kun je niet meer naar boven. Oh, die is... Dus vandaar dat ik ook allerlei rommel heb staan. Ja, dan steekt hier ook een soort mes uit of een brief openen. Wat is het? Ja. Fantasie mag je altijd laten werken. Pas op je hoofd en dan gaan we naar boven. Die hierboven ziet, dat is dus de oude vloer. Oh ja. Alleen ja, die ziet er zo netjes uit, omdat dat de onderkant was en niet belopen. Ja. En dit vind ik ook wel een hele leuke. Je bibliotheek. Ja, als je hier kijkt, Edwin. Oh ja. Hier stond dus alleen maar Ibla, wat het was, weet ik niet. Nou, ik heb er maar een B bij gezet, want dit is nu mijn bibliotheek. Oh, leuk zeg. Zo is het heel grappig dat je allerlei dingetjes eigenlijk in dit huis kunt ontdekken. En ja, dat is van Volker de Jong. Prachtig. Een prachtig beeldje. Niet van mij, maar ik geniet er elke dag van. Ja, want hoe verhoudt zich dat hier in huis? Want ik zie wel echt overal kunst hangen. Ja, nou ja. En sommige werken herken ik van jou, maar lang niet alles natuurlijk. Nee, want ik kijk, zo'n zware brons ga ik niet mee sjouwen. En ik zeg al, ik vind het ook heel prettig om mooie dingen om me heen te hebben. Ja, ja. En soms moet je niet alleen maar alles van jezelf om je heen hebben. Maar als ik dat mag vragen, woon jij hier alleen of woon je samen? Of? Nou, we hebben een latrelatie. Oh, oké. Okay. Dat doen we al 30 jaar en dat gaat heel goed. Ja. Dus de laatste tijd, vooral nu al twee natuurlijk wat ouder zijn, zijn we meer bij elkaar. En Middelburg is een leuke stad. En dan vaak hier, want de ander woont in Brabant. Nee, Den Haag. Oké, okay. Oh, dat is weer wat anders. Heb je niks meer met Brabant of toch nog een beetje? Nou, mijn familie woont er nog, maar af en toe. Ja, ja. Het is, ik hoef niet meer. Maar je aardt wel goed in Middelburg. Heel, ik vind gewoon de stad ontzettend leuk. Hou van oude dingen. En de zee dichtbij. En ja, gewoon... Dit is ook een bijzondere boven je. Ja, dat is de Rode Zee. Oh ja. Is van de Roy, een glaskunstenaar. En hij is hiervoor gemaakt. Ja, het is perfect. Het is precies, ik heb later het kastje wel gekocht, maar... En ik vind het wel grappig, jouw bed staat ook dus eigenlijk gewoon los midden in de kamer. Ja. In plaats van mensen doen het altijd tegen een muur of tegen een... Ja, nou, ik heb de zee achter. Ja, ik hou wel van zulke... En daar je badkamer, die meubelkunst. Kunst. Het is mooi hoor. Nou, dat is ook weer een oud werk van een collega en ik vind het gewoon heel prettig om... Ja, mooie dingen om heen te hebben. En wat is nu de ruimte? Dan komt er iets op je pad, hè? Zoals zo'n sofa Indonesisch bed. Hè? Dus het is een bed, hè? Ja, het is een dagbed. En ik gebruik het als opslag en ook om af en toe zo eens hier wat te... Nou, we komen er nog een keer op terug op jouw werk. Want het is volgens mij, zie je hier maar een kleine fractie van alles wat je hebt gedaan en dat gemaakt. Klopt. Hey, klopt. Hartelijk dank voor het inkijkje. En 14 september is iedereen dus welkom vanaf. Ja. Ja, nou, een uur of... 11 uur tot 5 uur of 10 uur tot 5 uur. Maar het staat denk ik dan wel tegen die overal... Tijd. Ik zal zorgen dat het ook op Wij Zijn de Stad staat precies, in de agenda. Ik weet het eerlijk gezegd. Komt wel goed.